Ja, heftig. Echt heel erg. Wat een filmpje. Heftig. Heftig. Ja? Het lijkt wel of je daar wint. We staan nu op Schiphol te wachten tot we mogen boarden op weg naar Istanbul en dan doorvliegen naar Irak. Waar we de komende week twee vluchtelingenkampen gaan bezoeken. Best wel spannend moet ik zeggen. We zijn hier toch al een maand mee bezig. En zelf ook wel enorm spannend om dit te gaan doen. Het is geen volledig veilig gebied. Het zit vlakbij IS-gebied. We gaan een virtual reality project filmen. We gaan proberen inzichtelijk te maken hoe het voor vluchtelingen is om in zo'n vluchtelingenkamp te leven en wat ze dagelijks moeten doorstaan. Ik ben gewoon heel benieuwd wat voor reis gaat worden en ik hoop dat we gewoon met iets terugkomen wat we aan mensen hier in Nederland kunnen laten zien en misschien wel all over the world om mensen aan te zetten om ook iets te doen aan dit vluchtelingenprobleem. Daar gaan we dan, jongens. Eerste indruk is best wel goed, zo. Maar het is natuurlijk een bizar idee dat je in Irak zit. Wat ik nog wel net interessant vond, is dat we in de auto zaten en dat er onze driver zei van oké, we moeten hier links naar het hotel en als je hier rechts gaat dan ga je naar ISIS. Dat je gewoon 100 kilometer, 80 kilometer vandaan. Dat vond ik een heel raar idee dat je gewoon opeens zou denken van als we hier nu rechts gaan, dan ben je opeens wel echt heel dichtbij. Erin zitten dan. Zet het op. Atomizer solution. Dag 1. Wat? Een beetje slapen? Ja, oké. Duurde even voordat ik in slaap viel. Wat je gek na zo'n reis als je in je eentje zo'n grote kamer ligt. Een beetje de reis verwerken, maar verder wel prima. We zijn nu onderweg naar het RSC-kantoor in Erbil, waar we onze veiligheidsinstructies krijgen. En daarna gaan we naar Gavilan. Gavilan is een kamp waar voornamelijk Syrische vluchtelingen zitten. Zo'n 8000 en het kamp is gebouwd voor zo'n 5000 mensen. Dus je begrijpt dat dat alweer uit zijn voegen barst. Wat jij er allemaal van, Peter? Had ik er allemaal van, ja. Hij voelt op zich goed. Beter dan gisteren, naar die verkoudheid. En het ziet er echt uit als Irak. Veel onafgemaakte gebouwen wel, dat valt wel op. Dus het is veel. Het lijkt of de economie een beetje stil is komen te staan. En verder, ik ben benieuwd. Ik verwacht een heftig dagje. Ja. Maar ook wel zin om gewoon echt nu aan de slag te gaan. It's very flat, so the sound travels very far. You might hear an explosion or two. Okay. But that's not very close. I mean, no, if you do hear something, that's because there's no mountains, there's no trees, there's nothing to hold the sound. Yeah. So even if you drop a bomb 50, 60 kilometers away or 100 kilometers away, you can still hear the sound because it travels through the desert. Yeah. So if you want to hear something, don't be scared. No. It's probably very far away. Don't start running. Just okay. Zo, gebriefd. Ja. Nou, klonk allemaal wel
wel redelijk goed toch? Zelfs als we bommen horen, dan is het nog ver weg. Nee, we hebben net een uitleg gehad over security. En wat ik vooral grappig vond aan is dat de number one security problem hier is eigenlijk niet wat je denkt, bommen, granaten, maar is gewoon je gordel om. Want mensen rijden hier als gekken. En zeker net na het donker, dan wil iedereen wel zo snel mogelijk thuis zijn. Dus dat is het belangrijkste wat we ingeprent hebben gekregen. En daarnaast zitten we straks toch wel heel dicht bij de frontlinie. En daar schijn je in het kamp ook explosies te kunnen horen. Maar daar hoeven we ons geen zorgen over te maken, want het is toch wel nog een end weg. Maar wel gek om te beseffen dat je als je dus vluchteling bent, dus gevlucht bent, en je zit in dat kamp, dat je nog steeds de explosies dagelijks moet horen. Dat vind ik wel een gek gegeven. Can I place this on your jacket somewhere? Or what gave her fear? She told us about neighbors getting killed. مو مرتاحين العالم مو قصتهم النفسية لا ماديا العالم كانت يعني عايشة بوضع كتير فقير يعني. At that point she said they get the decision to came to Kurdistan to Iraq. Can we try to make one shot with the whole family here outside? بس هيك أحس حياتي فيها عجلة ما بعرف شلون يعني أحس ما في نظام عندي أحس هيك كل حياتي تخربطت يعني لا مواعيد أكلي صارت مثل أولي لا يعني ولا كل شيء أحسه ضل مثل أولي. I really want to thank you for cooperating and this is a small present. Thank you, present. Thank you. It's just some sweets from Holland. Thank you. Thank you very much. Ik denk dat als we nu nog een interview met een man willen doen, dat we het sowieso behoorlijk aanpakken. Dat is sowieso ook wel. Maar goed, zouden we wel kunnen doen, zouden we een deel kunnen doen, dat we morgenochtend de rest doen met hem. Ja. Als het nodig is. Eerste verhaal staat er bijna op, ja. Mooi verhaal. Mooie shots. Toch? Ja, zeker weten, dat vind ik ook. Nou, Peter, zit je dan achter in de truck? Ja, dat is wat. Nou, ik vind het wel heftig hoor. Het is toch, ja, juist zo'n persoonlijk verhaal, dat raakt je gewoon. Het meeste, hè? Ja, vind ik wel. Als je bij de tent zit. Dat is al een huis, ja, ik weet het.